Dit is onze gietruimte. Kijk, want hier begint het... 1914-1939. Ja. Gemeente aanvulling. Ja. En dit kun je zo... Dit kan zo uit elkaar. Oh, wat mooi. Ja. Normaal mag je iemand niet alleen je onderzoek doen. Omdat we hier niet openbare actes hebben van de burgerlijke stand. En dat is heel privacygevoelig. Vrouwen dienstbodenkaarten. Maar die mag je die kaart zien? Nee, tuurlijk. Dit is gewoon een gezinskaart. Dat is een gezinskaart. Ja, kijk. En die hebben we allemaal ingescand, deze. En we willen ze online hebben. En toen hebben we een probleem gehad door de nieuwe richtlijnen. Ja, ja. De privacywet. Ja. En hebben ze gezegd van doe maar niet. Doe maar niet. Heel veel gemeentes hebben ze toen de tijd al offline. En het komt alleen maar hierdoor ook. Kijk, het geloof staat er ook bij. Oké. Ja, de meeste mensen, heel veel van die kaarten, die zijn al lang overleden. Maar er kunnen nog wat leven. En dat geloof, van dat geloof speelt toch een, kijk, de Tweede Wereldoorlog, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Hebben de Duitsers ook heel veel gebruik maken. Van de persoonskaarten. Maar er staat geloof op. Oké. Ja. Dus dat, daar die rassia's. Dus daar Jood op stond. Ja, dan, ja. Ja, precies, daar wist een meteen adres alles. Persoonskaarten. Dat zijn dan broodjes. En later heb je andere kaarten. Maar hier kun je gewoon, kijk. De persoonskaart. Er staat meteen degene. Hier meteen de ouders met wie die gehuwd is. Dat kun je op deze manier zien. En het geloof staat hier ook op? En dat staat hier ook op, ja. Oké. Dus. Woningkaarten. Woningkaarten, dan kun je precies zien in die woning wie er allemaal gewoond hebben. Maar dat zijn dan huurwoningen of ook koopwoningen? Nee, alles gewoon, elk huis, elk perceel wat er toen stond. Tot, kijk, maar als je hier kijkt, Albershof. Nou, je kunt zien al die mensen die hebben hier ingeschreven gestaan. Die hebben daar gewoond? Ja. Kijk, een Kolleveld, een man en vrouw. En na de tijd, de Krij-eeuw ook man en vrouw. Nou, hier een Oosting, nou, ik mag de naam eigenlijk niet, het viert. Kijk, met 10 vrouwen. Hè? 4 mannen en 10 vrouwen. Nou, nou. En dan hebben we hier het meest interessante, denk ik. Voor onderzoek. Hier heb je de openbare actes. Weer onderverdeeld. Dus geboorte, huwelijk en overlijden. En daarbij hebben we dan ook nog het verschil. Stad en ambt Almelo. Stad en ambt Almelo. Ja, dus... Nou, als ik gewoon eens even hier, geboorteakte 1886-1890. Okay. En dan op deze manier, dus als je een mooi stamboomonderzoek, je wil graag de akte erbij. Maar ik zeg al, de meeste actes kun je gewoon online kunnen.